In de dorpen en langs de wegen van Zuid-Holland zijn deze wagens elke week een vertrouwd beeld. Volgeladen met kaas gaan ze op weg naar de markten in Woerden of Gouda. Ondanks de concurrentie die zij ondervindt van de fabriekskaas, maakt de boerenkaas nog altijd een zesde deel uit van de totaalproductie. Zij vindt gretig aftrek op de kaasmarkt in Woerden, die deze dagen 75 jaar bestond. Voor de bereiding van deze kaas wordt elke dag in de vroege ochtend een hoeveelheid melk van eigen koeien afgeleverd op die Zuid-Hollandse boerderijen waar men het evenoude vak van kaasmaken nog steeds beoefent. De eerste bewerking is het stremmen van de melk. Dit geschiet door toevoeging van lep, waardoor de kaasstof in de melk onoplosbaar wordt. Door middel van ronddraaiende messen wordt de vaste stof, de wrongel, gesneden. Hierdoor treedt het vocht, de wei genaamd, uit. Men haalt de wrongel op om het aflopen van de wei te bevorderen. Deze vloeistof is zeer geschikt als veevoeder. In een doek die vocht aantrekt en die de korstvorming bevordert, gaat de wrongel dan in het kaasvat. Vervolgens zet de boerin het vat onder de pers om het nog achtergebleven vocht uit de kaas te verwijderen. Nadat ze nog enkele bewerkingen heeft ondergaan, komt de kaas op de stelling te liggen voor het rijpingsproces. Ze moet regelmatig gekeerd en afgestoft worden. Het Rijkskaasmerk is er borg voor dat ze is gekeurd en goed bevonden. De grossiers waarderen deze kaas om haar volle smaak. En er wordt dan ook een goede prijs voor betaald. Dat de boerenkaas zich ondanks de fabrieksconcurrentie heeft kunnen handhaven is te danken aan het vakmanschap van de kaasboeren die een goede Hollandse traditie in ere houden.